Het inheemse platform Eenheid en Solidariteit voor Alliantie en Vooruitgang, ESAF, heeft donderdag in samenwerking met de United Tour Guide Suriname een lezing gehouden over de eerste inheemse helden van Suriname. Volgens Audrey Christiaan, voorzitter van de ESAF, staat er in de geschiedenisboeken bar weinig over de inheemsen. Christiaan zegt dat voordat de Europeanen hier naartoe kwamen, de inheemsen al een hele rijke geschiedenis hadden. Deze geschiedenis is helaas niet geschreven zoals de Westerlingen het noteren. Maar het is wel op andere manieren gemarkeerd. Onder andere ziet u hier de grotten van Werepai, als ik het goed heb uitgesproken. Dit zijn onder andere de tekeningen van onze voorouders geweest, die zij hebben achtergelaten, de Afanoverovallen. En zo zijn er een aantal sites die een historie vertellen. Wat belangrijk is, is zonder dat wij het beseffen, hebben wij identieke overeenkomsten. Overeenkomsten over het heel Caribisch gebied. Onze voorouders hadden heel wat communicatiemiddelen, zegt Christiaan. De voorzitter geeft aan dat na de komst van de Europeanen en de Spanjaarden de eerste grote bijeenkomst van de inheemsen is gehouden aan de Kopenamedivier. Waar er een aantal leiders waren, waaronder de grote leider, opperhoofd Kaitushi. Kaitushi, Tonai, Irabari of Arabari, Priari, dat zijn namen die deel hebben genomen aan de vergadering van de Kopenamen. Er waren nog andere kapiteins bij en andere leiders. Maar wat bekend was, dat Kaitushi leiding heeft gegeven aan deze geallieerden. Kaitushi was daar als opperhoofd. En er waren nog twee andere opperhoofden, samen drie grote opperhoofden. Aldus Audrey Christiaan, voorzitter van het inheemse platform Eenheid en Solidariteit voor Alliantie en Vooruitgang, ESAF. Ze sprak donderdag in Tori Oso tijdens de lezing over de eerste inheemse helden van Suriname.